Mijn favoriete boek. Dat heb ik voor het eerst gelezen toen ik 16 jaar oud was. In het Duits, want ik woonde toen in Oostenrijk. Ik ben nu 76, dus dat is 60 jaar geleden. 5 jaar later woonde ik in Nederland en toen heb ik het weer gelezen. Nog een paar jaar later was mijn dochtertje oud genoeg om voorgelezen te worden. Dus ik heb het aan haar voorgelezen. Toen kwamen er nog een heleboel andere kinderen tussendoor. Buurkinderen, kinderen van vrienden, vreemde kinderen. Ik heb het boek voorgelezen. Morgenmiddag vieren we de verjaardag van mijn middelste kleinkind. Hij wordt 11. 3 keer raden wat hij krijgt. Het wordt voorgelezen. De kleine prins. Het is in heel veel talen vertaald. Ik spaar het in een heleboel talen. Ik heb er al meer dan 40. Ik wil er nog veel meer hebben. Kom ze brengen, maar vraag eerst even wat ik al heb. En lees het boek vooral. En als je nog de kans hebt om die film te zien, er is een documentaire deze dagen over de kleine prins. Prachtig. Het gaat helemaal niet over het verhaaltje zelf. Het gaat erover hoe het vertaald wordt in talen waarvan we niet eens weten dat ze bestaan. En welke problemen ze dan hebben. De kleine prins. Niet vergeten.